Hallo allemaal. In dit filmpje gaan we kijken hoe je decimale getallen of comma getallen kan vermenigvuldigen en delen. We beginnen met het stappenplan voor het vermenigvuldigen van decimale getallen. Zoals altijd beginnen we met onze eerste stap, bepaal het teken. Wie weet er nog hoe het werkt? Heb ik een even aantal minuutjes, bijvoorbeeld 0 of 2 minuutjes, dan wordt mijn oplossing altijd. Positief. Heb ik een oneven aantal minuutjes, bijvoorbeeld 1 of 3 minuutjes, dan wordt mijn oplossing altijd negatief. Dan ga ik de getallen vermenigvuldigen zonder commas. Dus ik denk de commas eventjes weg en ik voer de vermenigvuldiging zo uit. Als ik die uitkomst gevonden heb, ga ik tellen hoeveel decimalen, of hoeveel cijfertjes na de comma, er in de opgave voorkomen. En als laatste neem ik evenveel decimalen of evenveel cijfertjes na de komma in de oplossing. We gaan eens kijken naar een paar voorbeeldjes. Onze eerste stap, we bepalen het teken. Ik ga kijken hoeveel minnetjes zijn er. Er zijn geen minnetjes, dus mijn oplossing wordt sowieso positief. Stap 2, ik ga de getallen vermenigvuldigen zonder komma. Dus ik denk de komma eventjes weg, dan wordt 1,2 12 en 0,033. En dan kan ik 12 maal 3 uitrekenen, en dat is 36. Dan ga ik kijken hoeveel decimalen of hoeveel cijfertjes na de komma er in de opgave voorkomen. Bij mijn eerste getal in de opgave heb ik 1 cijfer na de komma. Bij het tweede getal heb ik 2 cijfertjes na de komma. Dus in totaal heb ik 3 decimalen of 3 cijfers na de komma. Dan neem ik bij de oplossing ook 3 decimalen of 3 cijfers na de komma en krijg ik 0,036. We weten het plusje hoeven we niet te schrijven, dus plus 0,036 wordt gewoon 0,036. Een tweede voorbeeldje. Stap 1, we bepalen het teken. Ik ga weer tellen hoeveel minnetjes er zijn. Er zijn 2 minetjes, dus de oplossing wordt sowieso positief. Stap 2, ik vermenigvuldig de getallen zonder komma. 2,5 wordt 25 en 3 blijft gewoon 3. Met de minnetjes hoef ik geen rekening meer te houden, want het teken van mijn oplossing heb ik al bepaald. 25 maal 3 is 75. Dan ga ik naar stap 3. Ik ga tellen hoeveel decimalen er in de opgave voorkomen. Bij mijn eerste getal heb ik 1 cijfertje na de komma. Bij het tweede getal zijn er geen cijfers na de komma. Dus in totaal heb ik 1 decimaal of 1 cijfer na de komma. Dan neem ik volgens stap 4 evenveel cijfers na de komma bij de oplossing. Mijn oplossing was 75. Als ik daar één cijfertje naar de komma wil, krijg ik 7,5. En we weten, plus hoeven we niet te schrijven, dus dat is hetzelfde als gewoon 7,5. Een laatste voorbeeldje. Stap 1, we bepalen het teken. Ik ga tellen hoeveel minnetjes er zijn. Er is één minnetje, dus mijn oplossing wordt negatief. Stap 2, ik ga de getallen vermenigvuldigen. Zonder de komma. Dus ik denk de komma even weg, dan wordt 0,44 4 en 0,88. 8. Als ik 4 x 8 uitreken, krijg ik 32. Dan ga ik tellen hoeveel decimalen er in de opgave voorkomen. Bij mijn eerste getal heb ik 1 decimaal of 1 cijfertje na de komma. Bij mijn tweede getal heb ik ook 1 decimaal of 1 cijfer na de komma. Dat wil zeggen dat ik in totaal. 2 decimalen of 2 cijfers na de comma heb. Dan zal ik volgens stap 4 in de oplossing ook 2 decimalen of 2 cijfers na de comma nodig hebben. Dan wordt 32 0,32 en hebben we onze oplossing gevonden, min 0,32. Nu gaan we eens kijken hoe je decimale getallen of comma getallen kan gaan delen. Als eerste gaan we het teken bepalen heb ik een even aantal minnetjes, wordt het weer positief, heb ik een oneven aantal minetjes wordt het weer negatief. Hetzelfde als altijd. Ten tweede gaan we proberen om beide getallen komma vrij te maken door ze met een macht van 10 te vermenigvuldigen. Dus we gaan onze getalletjes in de opgave vermenigvuldigen met 10 of met 100 of met 1000 tot er geen komma meer in staat. Belangrijk is wel dat je beide getallen met dezelfde macht van 10 vermenigvuldigd. Dus wel doe je allebei maal 100 of allebei maal 10, maar niet het ene getaltje maal 10 en het andere maal 100. Maar dat gaan we zelfs nog wel zien in het voorbeeld. En dan voeren we de deling uit zonder komma's en hebben we onze oplossing. Eerste voorbeeldje: we bepalen het teken. Beide getallen zijn positief, er zijn 0 minnetjes, dus wordt mijn oplossing ook positief. Dan ga ik beide getallen komma vrijmaken, maar dan moet ik natuurlijk weten met welk getal moet ik vermenigvuldigen. Ik zie hier twee cijfers naar de komma en hier ook twee cijfers naar de komma. Dus als ik met 100 vermenigvuldig, dan zullen mijn beide getallen geen komma meer hebben. Als ik bijvoorbeeld maar met 10 zou vermenigvuldigen, dan krijg ik nog 7,2 en 0,9. Dus dan heb ik nog steeds. Dus als ik met 100 vermenigvuldig, dan wordt 0,72 72 en 0,09 wordt 9. En dan moet ik gewoon de deling uitvoeren zonder de comma's. 72 gedeeld door 9 wordt 8. En zoals we weten, het plusje moeten we niet schrijven, dus het is hetzelfde als gewoon 8. Een tweede voorbeeld: we bepalen het teken. Ik zie 1 minnetje, dus de oplossing wordt al zeker negatief. Dan ga ik kijken met welk getal moet ik vermenigvuldigen om mijn beide getallen komma vrij te maken. Bij het eerste getal heb ik geen cijfers na de comma en bij het tweede getal heb ik één cijfertje na de comma. Als ik dus beide getallen met 10 vermenigvuldig, heb ik geen comma getallen meer. 6 maal 10 wordt 60, 0,2 maal 10 wordt 2. 60 delen door 2 is 30, dus krijg ik mijn oplossing min 30 want het minnetje hadden we al bepaald een laatste voorbeeldje. Stap 1. We bepalen weer het teken. Ik tel 2 minnetjes. Dus wordt mijn oplossing positief, want 2 is een even getal. Dan ga ik mijn beide getallen, komma vrijmaken. Ik ga eens kijken. Ik heb hier 1 cijfer na de comma. Hier heb ik 2 cijfers na de comma. Dus als ik beide getallen. Met 100 vermenigvuldig, dan zullen ze allebei geen komma meer hebben. 0,8 kan ik ook met 10 vermenigvuldigen, dan, is, dan heb ik 8, dan heb ik ook al geen komma meer. Maar dat is niet voldoende voor 0,04, want dan heb ik daar 0,4 en nog steeds een comma getal. Dus ik zal met 100 moeten vermenigvuldigen om mijn beide getallen komma vrij te maken. 0,8 maal 100 wordt 80, 0,04 maal 100. Wordt 4 en 80 delen door 4 geeft als oplossing 20. En we weten, het plusje moeten we niet schrijven, dus plus 20 is hetzelfde als gewoon 20. En dat was het laatste voorbeeldje. Heel veel succes allemaal.